Bij Gaza. Kortom, daar zijn reglementair toch wel de nodige zaken die daar allemaal in meespelen. Gaan we eens even kijken naar de proeftrek in de 9 top. Dat weegt zo'n 14 van zijn eigen, iets van 6800 kilo. Nu in de 9 top. Dus dan hangt daar 2200 kilo extra aan. Dan moet je even kijken wat daar aan de voorkant voor het vuist staat. Gewicht aan heeft. Rustrijdleider zoekt zich naar de voorkant. Dat is degene die vanuit de besluitlijn over de afstelling van de sneeuwwagen. Als je een generatie kan stil te staan, dan kan die sneeuwwagen lichten of zwaarder of hij blijft zo staan. Als je niet op voren gaat, dan moet je gewoon naar de toestand naar de baan, want je moet het altijd over doen, want je moet altijd van een draaimaatgestelde wagen gereden hebben. En als die zo blijft staan, dan wordt de keuze gesteld, doe je dan over ja of nee. Nou, op dit moment wachten wij dat...